Goedemorgen allemaal. Het is uh, mooi om te zien dat er zoveel mensen uh, op de vroege ochtend, uh, de, voor mij een vrije zaterdagochtend, uh, hier aanwezig uh, zijn. En uh, benieuwd zijn naar uh, hoe God zijn weg gaat met uh, Israël. En uh, het is bijzonder, vooral in deze tijd, omdat het een, natuurlijk een hele spannende tijd is. Altijd is het spannend rondom Israël. We hebben eigenlijk weinig rustige momenten gekend zolang ik me met Israël bezighoud. Dat is ook alweer een, een jaar of 25. Er uh, zit er altijd wel weer een golfbeweging in, maar we zitten nu alweer op een hele uh, spannende uh, tijd. Um, ja, het is een uitdagende vraag. Is verzoening mogelijk tussen Jood en Arabier? We hebben het perspectief... ...vanuit Jezaja 19 gehoord. En dat is natuurlijk een belofte voor uh, de toekomst. Um, uh, dat zijn mooie woorden. Alleen, uh, ik sta nu als politicus um, met de vraag... Uh, ...is dat ook nu zichtbaar of mogelijk om daaraan uh, te werken? En dat is de uitdaging uh, van mij en misschien wel ook voor u... ...op uw eigen manier, zoals u betrokken bent uh, bij Israël. Hoe zouden wij op onze plaats met onze mogelijkheden... Israël kunnen zegenen zoals we daartoe ook worden opgeroepen vanuit uh, Gods woord. Spannende tijd, de steekpartijen. Ik heb uh, een paar cijfers ook van de Israëlische ambassade uh, opgevraagd. Ook uh, in voorbereiding nog van het bezoek van Abbas. Ik zeg niet president Abbas, omdat ik uh, volkenrechtelijk dat onverantwoord vind om hem president uh, te noemen, omdat het, er is niet een bestaansrecht van een land is met een hoofd van een land als zijnde president. Maar uh, in voorbereiding van dat gesprek toen met uh, Abbas, heb ik een aantal cijfers opgevraagd. En u ziet het bijna dagelijks, nou niet, niet dagelijks meer, behalve als u het internet afschrikt, maar niet meer op het, uh, op het nieuws, maar er zijn nog steeds uh, steekpartijen. Ik hoorde net dat uh, uh, drie weken geleden was u weer naar uh, Israël geweest, voor uw hotel een steekpartij geweest. Um, de cijfers zijn uh, dat we uh, op dit moment. Moeten we even terug naar die andere slide. Even kijken. 11 doden te betreuren zijn uh, 29. Uh, dat moet zijn 129 uh, gewonden en 50 uh, steekpartijen. En dat is een stand van zaken van twee weken geleden. Dus daarna hebben we weer een aantal uh, steekpartijen uh, gekend. Het is een dramatische situatie uh, op dit moment. Ik begrijp dat het advies is uh, nog wel gaan, uh, maar wel uh, alert blijven. Uh, en vooral uh, om bescherming uh, blijven uh, bidden. Juist ook in deze tijd is het zo hard nodig dat wij uh, voor Israël blijven bidden en ook Israël blijven ondersteunen. Maar het is een spannende tijd. Ik heb uh, deze vragen ook voorgelegd aan uh, meneer Abbas. En hem gevraagd van neemt u nou toch eens. Duidelijk afstand van deze Palestijnse jongeren, die bijna elke dag die steekpartijen uitvoeren. Bent u daartoe bereid? Want tot de dag van dat gesprek, en dat was anderhalve week geleden, was hij niet bereid om dat te doen. En het antwoord wat ik kreeg, ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties had toen in de algemene vergadering hem opgeroepen om dat geweld nu echt klip en klaar hard te veroordelen en de jongeren op te roepen om daarmee te stoppen. En tot op die dag had hij dat geweigerd. En wij zaten in een besloten setting, de media mocht daar niet bij zijn. En hij zei tegen mij: eh, Natuurlijk verwerp ik eh, geweld eh, wereldwijd. Eh, maar, meneer Voordewind, u moet ook eh, eh, de context van dat geweld eh, goed in oogschouw nemen. Dit zijn jongeren die hopeloos zijn geworden, eh, geen andere uitweg meer zien. Uh, ze zien geen uh, toekomst en ja, uh, wat gebeurt er dan? Nou, het vergroeilijke van uh, de houding van deze jongeren, uh, dat uh, vond ik toch wel stuitend van deze meneer uh, Abbas. Uh, hij praatte het als het ware alsnog weer goed. En ik zeg maar, waarom roept u ze niet op? U uh, bent leider van de Palestijnse uh, volk. Uh, waarom roept u ze niet direct op om uh, daarmee te stoppen? Nou, die uitspraak weigerde hij om uh, te doen. Dus zo zie je, uh, de algemeenheid wil die best wat zeggen. Uh, in het Westen zegt hij ook weer andere dingen dan uh, hier, uh, of uh, in het Midden-Oosten. In het Arabisch zegt hij weer andere dingen dan in het Engels. Uh, de Arabieren spreken, uh, de, Arabieren, de, de leiders van de Arabische landen spreken vaak met een dubbele tong. En dat is heel lastig, want ze komen voor de media en voor de camera heel charmant over, heel goedwillend over... Uh, maar als je hem dan confronteert met zijn eigen teksten, want die worden wel degelijk vertaald, ook de Palestinian Media Watch, als u ze uh, niet kent, u kunt een, een digitaal abonnement nemen op hun nieuwsbrieven, uh, die vertalen de Arabische teksten ook uh, voor ons hier in het Westen, uh, dan zegt hij wel degelijk dingen uh, zoals uh, dat uh, de Palestijnen uh, beloond zullen worden als ze die aanslagen plegen. En dat is toch een hele duidelijke aanmoediging uh, die hij maar herhaalt. Um, moeilijke context op dit moment. Het vredesproces ligt stil. Abbas heeft de onderhandelingstafel al lange tijd geleden uh, verlaten, ondanks dat Israël steeds weer het aanbod doet: Kom terug, kom terug. Het vreemde is dat uh, de verhoudingen uh, niet uh, goed doordringen hier in het Westen. Men heeft de indruk dat Israël niet wil onderhandelen, dat Israël niet bereid is om concessies te doen. Nou, elke keer zien we dat Israël niet van de onderhandelingstafel is weggelopen. Het is elke keer de Palestijnen die, uh, ondanks dat er bijna een akkoord was, in de tijd van Clinton nog, uh, bijna een akkoord. Soms waren ze eruit op 3-4 procent van de, de herverdeling van het land. En dan zie je toch dat uh, Arafat uh, elke keer weer wegliep van het, uh, uh, de onderhandelingstafel. Uh, Abbas heeft een alleingang ingezet naar de Verenigde Naties. Hij probeert nu. Via volk een rechtelijke manier eh, zijn staat eh, af te dwingen. Dat doet hij door overal eh, resoluties en statements te laten uitgaan. En op die manier probeert hij daar eh, de internationale gemeenschap voor te verleiden. En daar is hij succesvol in, want als je kijkt naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties, eh, dan zie je dat hij daar gewoon een meerderheid heeft. En het is eh, een godswonder dat in de Veiligheidsraad, die de hoogste autoriteit is binnen het volkenrechtelijk gebied, dat daar gelukkig nog eh, landen zijn, in ieder geval eh, Amerika, maar ook eh, Engeland, die af en toe hun veto uitspreken eh, om eh, de Palestijnen eh, terecht eh, te wijzen. VN, Alleingang. En eh, we zien eh, ook dat er natuurlijk een grote instabiliteit op dit moment is in de regio. Als uh, ik word gevraagd van waar, waarom zet u nou niet Israël ook aan om toch concessies te doen op dit moment, dan zeg ik nou, dan moet u zich eens verplaatsen uh, dat u uh, de minister-president bent in een land dat aan de ene kant steekpartijen krijgt bijna dagelijks. Uh, aan de andere kant vanuit de Gaza raketten op zich uh, geschoten krijgt. En uh, dat is ook geen fabeltje. Ik heb het gisteren nog eens even bekeken uh, van wanneer de laatste raketbeschietingen zijn. Nou, die zijn nog steeds wekelijks. Bijna elke week worden er nog steeds raketten afgeschoten. Uh, twee weken geleden nog twee raketten. En het is een godswonder dat daar uh, bijna geen slachtoffers bij uh, vallen. Maar uit de Gaza raketbeschietingen. De Hezbollah uh, uh, herwapent zich weer. Uh, vanuit het noorden in uh, Libanon. Uh, dat laat het westen ook gebeuren. Uh, dan hebben we Syrië, uh, waarbij we uh, en ISIS hebben... maar uh, tegelijkertijd ook nog steeds uh, Assad. Uh, het wonderlijke is, uh, en dat hebben we gisteren of eergisteren gezien... op de televisie, bedacht, bij, bij RTL, dat als er dan gewonden uit Syrië komen... dat ze zelfs behandeld worden in de Israëlische uh, gevangenissen. Die soldaten worden opgelapt. Uh, ze schrikken zich dood op het moment dat ze erachter komen... dat ze in Israëlische uh, ziekenhuizen... Uh, worden verzorgd. Uh, want het is toch de vijand? Dat hebben ze altijd zo geleerd. En nu worden ze opeens omgeven door liefde en zorg. Uh, en uh, uiteindelijk uh, draagt de Israëlische regering zich weer, de, deze mannen, weer uh, over aan Syrië. zodat ze misschien weer Israël zouden kunnen gaan uh, bestrijden. En dus als het over. Uh, en dat, de, dat kan de, de, de Joodse bevolking niet weten, want dat staat in het Nieuwe Testament. Maar uh, keer je andere wang toe als het Joodse volk uh, uh, dat. Uh, zo zou lezen. Nou, in ieder geval laten ze dat in de praktijk in ieder geval, uh, zien. Dat geldt natuurlijk ook voor de Palestijnse gewonden, zieken die uit de Gaza komen. Ik ben ook in de ziekenhuizen geweest en uh, ik heb ook daar gezien dat ze zich enorm inzetten om ieder mens, ongeacht waar die vandaan komt, zelfs als het hun vijanden zijn, om daar goed uh, voor uh, te zorgen. <tus> dus die hele instabiele situatie rondom die omliggende landen, geen vredige context om nu tot de zogenaamde verzoening te komen met de Arabieren. Als we dan even teruggaan in de geschiedenis. En u heeft ongetwijfeld uh, meerdere van dit soort uh, bijeenkomsten meegemaakt. Uh, dus ik hoef u waarschijnlijk niet heel veel uh, te vertellen over Ismaël en Isaac. Uh, maar daar, als je leest over uh, mogelijke verzoeningen en verwijderingen tussen de Arabieren. En tussen de joodse volks dan gaat het conflict terug naar Ismaël en uh, Isaac en uh, ook uh, ik zal iets vertellen over Tassada. Het boek heet Arafat was mijn held <kliek> en dan moet u niet schrikken want het, de nadruk ligt hier op was. En ik weet niet of u het kent, ik weet niet of ze het hier ook uh, verkopen, maar ik ben, uh, uh, ja, het wordt verkocht hier. Ik denk dat hij hier ook wel eens geweest om te spreken. Ja. Uh, ik ben erg onder de indruk van de man uh, geraakt. Uh, ik ken hem nu een jaar of 4-5 en heb ook een tour in Nederland met hem gedaan. Uh, een paar keer bij hem geweest in, uh, in Israël. En, uh, hij vertelt in dit boek uh, hoe een Palestijn werd opgegroeid en uh, geïndoctrineerd met het beeld van het Joodse volk. Een goede Jood zou een dode Jood zijn. En hij was een van de sluipschutters van Yasser Arafat. Eh, maar gelukkig is daar een hemelse interventie gekomen. Eh, op een wonderbaarlijke manier is hij tot eh, geloof gekomen. En eh, is van een Saulus naar een eh, Paulus eh, gegaan. Eh, hij beschrijft hier ook heel goed eh, het conflict. En eh, Tassada noemt het. Uh, de jaloezie, de verwerping, de um, veroordeling, de verwijdering van Ismaël en Isaac als grondoorlog. Hij zegt als grondoorzaak. Hij zegt het conflict zit hem niet zozeer in de verdeling van het land. Dat hebben we natuurlijk ook gezien uh, toen de Gaza werd teruggegeven. ...ontstond er niet de vrede die de Palestijnen hadden beloofd. Sterker nog, de raketten kwamen ervoor in de plaats. Toen de delen van Libanon werden teruggegeven... ...was dat niet een pacificatie van het conflict met Libanon. Er kwamen raketten voor in de plaats. Hij zegt dat de grondoorzaak van het conflict... ...gaat niet over land, maar gaat over de afwijzing van de Arabieren. En daar is veel meer voor nodig en een veel diepere verzoening dan het herverdelen van het land waar vaak de politici op gespit zijn. Als er nu maar uh, dat gebied Samaria en Judea wordt teruggegeven aan de Palestijnen, dan zal de vrede uitbreken, uh, dan zal de vrede uh, terugkeren. Nou, de, uh, ik geloof daar niet in. Ik geloof er sowieso niet in om het hartland van de Bijbel uh, op te geven, maar ik wil daar ook uh, het Joodse volk niet in de weg staan. Um, ik geloof dat uh, de oorzaken liggen in uh, het conflict tussen Ismaël en Isaac. En het is ook veelzeggend als je kijkt naar het graf van Abraham in Hebron. Uh, dat dat met kogelvrij glas uh, gescheiden moet worden tussen de Arabieren en tussen het Joodse volk. Traling zit ertussen. Vanwege de aanslag die daar eerder is, uh, is geweest. De verwijdering is groot. Daar waar uh, Ismaël en Isaac ooit elkaar nog hebben ontmo ontmoet. En hun vader hebben begraven, daar zie je uh, symbolisch die verwijdering door dat kogelvrij uh, glas. <kliek> Is die verzoening dan ooit wel mogelijk en heeft dat zin om je daarmee bezig uh, te houden? <kliek> die vraag heb ik me ook afgesteld, afgevraagd, vooral in een, in een tijd, in de periode waar wij uh, nu uh, in zitten. Verschillende van ons uh, hebben zich daarvoor ingezet. Verschillende hebben ook uh, uh, verzoeningsconferenties, zowel in het Midden-Oosten als ook hier in het Westen, uh, georganiseerd. Om met name de Messias-beleidende Joden en de christen-Arabieren bij elkaar te brengen. Dat is voor een gedeelte succesvol geweest. Dat begon klein. Uh, ik heb een aantal van die initiatieven ook van de Arabische Wereldzending, ja, Bunker en de Zijne, uh, wel uh, gevolgd. Ook in Dalfsen is zo'n conferentie geweest. Uh, honderden komen er tegenwoordig op af. Je ziet daar wel mooie uh, ontwikkelingen als het gaat om Arabieren en Joden die uh, vergeving vragen aan elkaar, die zich met elkaar verzoenen. Maar het gebeurt nog steeds op een hele kleine schaal. Uh, wat ik wel bemoedigend vind, is dat uh, het aantal messiaans beleidende Joden, de gemeenschap, stijgt in aantallen. Uh, dat is de laatste jaren vooral aan het groeien. Ik weet niet wat uw ervaring is. Maar de laatste keer dat ik in Israël was. Uh, en verschillende kerken toch weer kwam. zie ik die kerken wel groeien. Voor een deel komt dat. Uh, doordat ook het Westen en de expats. Uh, in die kerken komen. Maar dat loopt ook weer door elkaar. Want uh, de Amerikanen. de Amerikaanse Joden die terugkomen uh, naar Israël. Uh, vinden vaak ook weer een plek in een messiaansbeleidende uh, gemeente. Uh, toen ik daar uh, tien jaar geleden kwam. Toen waren die Messiaanse gemeentes eigenlijk vrij beperkt, klein van omvang, en ik zie ze nu wel uh, groter worden. Um, wat ik bemoedigend vind aan de Arabische kant is dat uh, mensen zoals Tassada hun nek durven uit te steken voor die verzoeningsactiviteiten. Uh, dat is voor uh, vooral iemand die een high profile had als Tassade uh, levensgevaarlijk, kan ik u zeggen. Hij woonde voorheen in de Gaza en is daar flink bedreigd. Uh, u weet ook van de moordpartijen die daar op christenen hebben plaatsgevonden. Uh, heeft moeten vluchten uit de Gaza uh, en werkt en woont nu in, uh, in Jericho. Uh, daar is hij ook niet heel geheimzinnig over. Uh, hij vertelt er ook openlijk over waar hij uh, mee bezig is. Uh, hij vertelt niet van alle projecten, uh, maar hij is wel heel moedig om... Uh, eigenlijk onder die Palestijnse jongeren. Onder die Palestijnse jongeren actief te zijn. Uh, daar waar hij ze eerst leerde om de Joden te vervolgen, de Joden te vermoorden. Uh, daar leert hij deze Palestijnse jongeren dat het Joodse volk uh, niet zo is zoals het werd uh, geleerd. Hij probeert uh, die Joodse, of de Palestijnse jongeren een heel ander beeld van het Joodse volk uh, voor te spiegelen. En uh, voor te leven. En hij brengt jongeren. De Palestijnse kant met Joodse jongeren in contact. Moedig werk van deze, van deze man. En de bewegingen rondom de Christen-Palestijnen, die zien we ook langzamerhand groeien. Het zijn kleine kerkjes, maar vooral daar waar er Christen-Palestijnse kerken openstaan voor het Joodse volk. En contact met het Joodse volk, zie je dat dat vaak zit op de evangelische kerken, de baptistenkerken, et cetera... die wel Israël uh, erkennen. Er zit nog een hoop uh, haat en, en agressie... ook vanuit de christen-Arabische Christen kant richting het uh, Joodse volk. Je hoort vaak ook zeggen... nou, ik heb geen hekel aan Joden, maar ik vertrouw ze niet. Uh, ja, uh, vertrouwen is ook iets wat heel langzaam uh, moet uh, gaan ontstaan. Veel zijn... Ook eh, in, in Wrok en eh, antipathie ten aanzien van Israël als het gaat om het hek wat er, wat er is gebouwd. Ik zeg bewust het hek en niet de muur, want het grootste gedeelte, het allergrootste gedeelte is het hek. Eh, dus er dus bestaat een grote wantrouwen wel van de, de christen-Arabieren ten aanzien van Israël, eh, ten aanzien ook van hun eigen bewegingsvrijheid. Um, Ik geloof wel dat als het over verzoening gaat, dat die lijnen tussen de Messiaanse Joden en de Christen-Arabieren, dat daar wel een startpunt zit voor die verzoeningsactiviteiten. Voor de mogelijkheden om die twee volkeren weer naar elkaar toe te laten groeien. En dat komt omdat ze allebei Jezus Christus beleiden: als verlosser, als verzoener, als vredestichter. En uh, ik denk ook dat als het gaat om die verzoening, dat dat alleen maar kan door het verlossend werk van Jezus aan het kruis. Uh, dat zie je ook bij uh, zo'n man als uh, Tassada. De man die had wel van christenen gehoord, maar pas op het moment dat hij werd aangeraakt uh, en dat hij Jezus Christus erkende, uh, verdween de haat ten aanzien van de Joodse, uh, het Joodse volk en van Israël. En het is heel bijzonder om dat te zien. God moet mensen aanraken. Eh, en hun harten zacht maken, hun harten omdraaien. om te laten zien wat Hij nog steeds doet met het Joodse volk. Het, het, God heeft het Joodse volk niet eh, losgelaten. Eh, het verbond gaat door via eh, Isaac. En natuurlijk zijn daar beloftes voor Ismaël. Er staat ook eh, dat God eh, doorging met Ismaël. En ik zal je een zegenrijk eh, volk maken. Nou, dat hebben we gezien. Dat zien we de, vandaag de dag. Maar het verbond, het werk van God gaat door via de lijn van uh, Isaac. En het is heel bijzonder dat ook uh, christen-arabieren, dat die er zijn en die dat, dat die dat ook erkennen. En dat die ook zeggen van nee, maar God heeft zijn plan met Israël. Uh, God heeft ze dit land gegeven en wij moeten dat ook erkennen. Christen-Arabieren, uh, Messiaans uh, beleidende Joden. <coughs> Mooi om die ontwikkelingen te zien. Ik hoor ook graag van u uh, welke tendensen u ziet. Uh, ik, ik word daar wel enthousiast over als ik die ontwikkelingen ziet, zie. Uh, maar uh, dat zijn natuurlijk maar kleine stroompjes die we uh, op dit moment uh, uh, zien. Hoe zit het dan met de Jood en de Arabier? Uh, zitten daar ook perspectieven? Tot uh, verzoening. En dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Want daar gaat het over uh, de grote massa's. De Palestijnen, de Arabieren, de Joden, Israël. Kan dat ooit uh, tot verzoening leiden? Nogmaals, als je om je heen kijkt en we hebben ISIS erbij gekregen de afgelopen, het afgelopen jaar. Ik kom net terug uit Irak. Ik heb daar ook onze geloofsgenoten gesproken, christenen gesproken, die zeggen van alsjeblieft, waar is het Westen? Waarom helpen jullie ons niet? Jullie hebben christelijke Joodse wortels. In Europa. En wij worden het Midden-Oosten uitgedreven. Dat geldt voor Irak, dat geldt voor Syrië, maar dat geldt natuurlijk ook voor Israël zelf. Christenen verlaten daar ook Israël. Daar waar Ramallah een hoofdzakelijke christelijke stad was, daar is nog maar iets van 3 of 4 procent christen. Dus die roep van de christenen om steun van het Westen, ja, dat, dat, dat hoor je door het hele Midden-Oosten heen. En ze zeggen: als jullie niet helpen, dan. Zal het christendom het Midden-Oosten verlaten? En organisaties zoals Open Doors eh, is er natuurlijk ook op gericht om juist dat te voorkomen. Omdat het de bakermat is van het eh, christendom. Wij mogen onze christenen daar niet in de steek laten. Dus elke keer weer zoek ik ze op en vertel ik de verhalen. Ik roep op tot gebed. En daar waar ik ook politiek kan, probeer ik ze specifiek ook eh, te ondersteunen met eh, hulpverlening, met subsidies aan de Nederlandse christelijke organisaties zoals ZOA, Tier, Dorcas, World Vision, omdat die scherper op hun netvlies hebben staan, dat ook christenen het extra moeilijk hebben daar. In Syrië worden ze en onderdrukt door die extreme jihadisten en van bovenaf krijgen zij diezelfde bommen als de moslims te verwerken van het regime van Assad. En ik heb verhalen. Gehoord dat uh, het heel moeilijk ook reizen is voor christenen in het Midden-Oosten, zowel in Irak als in Syrië, daar waar je openlijk nog uitkomt voor je geloof. Ik sprak een, een vrouw en die zei: Mijn man was professor aan de universiteit in Damascus, maar mocht zijn, uh, ze mocht zijn werk niet meer doen. En is toen taxichauffeur geworden. En hij had altijd een kruisje om zijn spiegel hangen. Hij kwam bij een checkpoint en de moslims vroegen om dat kruisje van de taxi weg te halen. En hij zegt, nee, dat kruis is voor mij... Uh, mijn motivatie voor mijn leven. De kern waarvoor ik leef. Dat, dat doe ik niet. En hij moest het bekopen met 18 kogels door zijn lijf heen. En zo vonden uh, zijn uh, gezinsleden... vonden hem uh, dood in de taxi. Ik heb de beelden nog op de, op de, op de iPhone gezien van, uh, van de kinderen. Uh, hoe hun vader was, uh, was afgeslacht. En als je daar een um, hoofd van een gezin vermoord... Ja, dan heeft dat effect op het hele gezin. Want het hele inkomen... Uh, valt weg, maar uh, het was dramatisch om te zien hoe christenen daar nu moeten leiden. Uh, ISIS. Uh, uh, voorheen was het nog een ver weg uh, situatie, maar omdat wij overspoeld worden nu door vluchtelingen. is het nu ook binnenland is buitenland geworden, buitenland is binnenland geworden. Ze staan voor, ons, uh, voor, voor, voor onze neuzen, ze zijn in onze steden. En uh, dat geeft ons. Een uitdaging en ons als politici, politici natuurlijk ook een opgave om daar goed mee om te gaan. Als we zien wat de Bijbel zegt over de vreemdelingen, dan hebben we daar een opdracht te vervullen. Eh, omdat ze nu eenmaal onder ons zijn. Dat geeft ons ook een mogelijkheid om van Gods liefde te getuigen daar waar we bepaalde landen voorheen niet in mochten of in konden. Eh, tegelijkertijd moeten we dat verstandig doen als politici. We moeten een, een plan hebben. Uh, hoe ver gaat dit door? Hoeveel mensen komen deze kant op? En hoe gaan we dat verstandig doen, zodat ook in Nederland het draagvlak uh, behouden wordt, uh, als ook uh, in Europa? Maar die dreiging van ISIS, heel reëel, uh, nu ook uh, voor uh, Israël. Um, als het dan om uh, die verzoening gaat, en uh, constant de druk ook van het Westen op Israël. Om toch maar weer te verzoenen en te verzoenen en te verzoenen. Um, zal dat tot iets leiden? En ik moest uh, terugdenken eigenlijk aan het Loofhuttenfeest. wat in september is gehouden. Uh, wat ook weer een heenwijzing is, net als uh, Jesaja 19. Een heenwijzing dat alle volkeren met Israël samen. het Loofhuttenfeest uh, zullen gaan vieren. Zij zullen delen in de zegen van God. voor hetgeen uh, die het feest zal meevieren. God heeft dus niet alleen het Joodse volk. Uh, op het oog, ook niet uh, voor in de toekomst, maar alle volkeren. In Psalm 66 staat ook: Laat de Heren de hele aarde tot God juichen. Niet alleen de priesters, de Levieten, de Israëlieten, maar laat alle volkeren tot God juichen, staat daar. En dat is een mooie heenwijzing uh, die wij uh, zien in Gods Woord. Uh, en tegelijkertijd is de vraag natuurlijk: uh, wat kunnen we er vandaag. De dag mee. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. De druk vanuit het parlement op Israël om op een gegeven moment maar tot sancties over te gaan is heel sterk. De lobby van de Palestijnen als het gaat om de BDS-beweging, de boycott-beweging, is heel groot. Ik had een debat met uh, de Partij van de Arbeid woordvoerder Michiel Servaas twee weken geleden. En in dat debat uh, riep ik eigenlijk ook op: ook de Partij van de Arbeid op om het geweld, de Steekpartijen nu uh, te, ver, uh, te veroordelen. En ook om de Palestijnse autoriteit op te roepen om te stoppen met het betalen van die salarissen voor Palestijnse terroristen. veroordeelde terroristen in Israëlische uh, gevangenissen. Dat soort bonussen. Uh, ...moeten we toch stoppen, vooral als Nederland. Want Nederland betaalt 70 miljoen aan de Palestijnse autoriteit. 70 miljoen. En elk jaar betalen ze 3, 4 miljoen aan uitkeringen... ...voor gezinnen van Palestijnse terroristen, veroordelde Palestijnse terroristen. En uh, het bizarre van dit hele verhaal is nog... ...dat hoe meer slachtoffers je hebt gemaakt als Palestijn... Hoe hoger de bonus is. Het is echt onbegrijpelijk dat dit zo is. Nou, dit soort geluiden kregen wij dus een aantal jaren geleden van de Palestinian Media Watch vanuit uh, Israël. Ik heb het uh, echt drie keer laten checken of het inderdaad die perverse prikkel is. Maar het bleek inderdaad waar te zijn. Ik heb het uiteindelijk ook bevestigd gekregen door de minister van uh, Buitenlandse Zaken in Nederland. Die heeft dat nagevraagd. Ik heb dat ook in Israël een paar keer nagevraagd, met veel doorvragen. Erkennen ze dat ook? Um, en dit is een voorbeeld geweest van een, uh, van een aanslag uh, op een pizzeria waar ook een Nederlands gezin een uh, slachtoffer is geworden. En uh, de man heeft uiteindelijk, ik geloof, ik weet niet of hier de bedragen op staan, ja, 53.000 dollar en 63.000 dollar. De twee, aan, uh, de twee uh, terroristen hebben dit soort bedragen ontvangen. Althans, hun gezinnen. Uh, bij het ombrengen van onschuldige uh, Joodse uh, Nederlanders. Dus dat is echt schokkend om te zien hoe een perverse prikkel in uh, het systeem van de Palestijnse Autoriteit zit. Uh, we hebben hier ook uh, een motie over ingediend, een aantal moties, uh, Kees van der Staaij en, en ik, om ook het Nederlandse parlement en het kabinet aan te zetten om te stoppen met dit soort uh, betalingen. Uh, dan moeten we het maar van onze bijdrage uh, inhouden. Want het is echt onverantwoord. Uh, nou, toen ik dit zo noemde in dat debat met de partij van de arbeid, toen zei hij van: Nou, dat is uh, uh, allemaal heel logisch wat de heer Voordewind vertelt. Maar laat ik hem nu eens een vraag stellen. Wat vindt hij van de subsidies die de Israëlische overheid geeft voor uh, de Palestijnse of de uh, Israëlische kolonisten in Samaria en Judea? Vindt hij dat dat dan ook afgeschaft moet worden? Uh, dat is een bizarre vergelijking. Ja. Hè? Ik heb, ook, ik, ik heb ook geweigerd in dat programma daarop in te gaan. Want je, 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 je vergelijkt een subsidie uh, voor mensen uh, die daar uh, in Samaria-Judea uh, een woning willen gaan uh, bezitten, met het belonen van Palestijnse terroristen en hun gruweldaden. Ik zeg: ik vind de vergelijking zo ongepast dat ik niet op deze uh, vraag uh, inga. En in dit soort discussies uh, zitten wij dan in de Tweede Kamer. En dat, dat te midden van alle steekpartijen die nu gaande zijn. Ik zal u nog een voorbeeld noemen. Uh, toen de zoveelste werd doodgestoken, uh, hadden wij mondelinge vragen in de Tweede Kamer twee weken geleden. En ik had verwacht dat we daar meteen een debat over zouden aangaan. Uh, ik wilde dat ook graag, maar let wel, een andere vraag werd doorgelaten. En welke vraag was dat? Dat ging over de Nederlandse politiehonden die naar Israël werden geëxporteerd. En die daar de bezetting zouden ondersteunen. En of Nederland daar niet mee zou kunnen ophouden. Met het exporteren van Nederlandse politiehonden uh, naar uh, Israël. Nou, ik ben naar de microfoon toegegaan. Ik heb gezegd, ik schaam mij voor dit parlement. Dat op het moment dat Israëlische Israëli's onschuldige burgers nu doodgestoken worden... He, heeft een deel van dit parlement het lef om vragen te stellen over politiehonden... Uh, die daar Israëli's moeten beschermen. Ik zeg, het is echt letterlijk God geklaagd dat dit gebeurt. En toen ben ik weer weggelopen. En in, um, nou, de discussie ging door over die politiehonden. En de minister heeft toen toegezegd, minister Ploemen heeft toegezegd, om dat te gaan onderzoeken in hoeverre die politiehonden werden ingezet uh, ten nadele van de Palestijnen. Gelukkig zijn eh, meerdere collega's ook van de rechterkant de VVD naar de microfoon gekomen en hebben gezegd van eh, dit is belachelijk dat u dit toezegt. Dus ik denk dat het een uh, stille dood zal, uh, zal, zal, zal krijgen. Um, maar het, het is een bizarre. Je denkt echt in welke wereld ben ik beland? In welke werkelijkheid leven deze mensen? Gelukkig hebben wij eh, met de motie om die betaling aan de Palestijnse terroristen wel een meerderheid gekregen in de Kamer. Dat was wel bijzonder. Dat gebeurde op het moment dat wij pas konden aantonen dat die bedragen inderdaad stegen... op het moment dat zij meer mensen hadden vermoord. Dus hoe langer de straf, hoe hoger de beloning. Nou, dat vond iedereen tot aan de SP eigenlijk wel niet kunnen. Dus daar hebben we toen steun voor gekregen. De Nederlandse overheid is met die motie in de hand naar de Palestijnse autoriteit gegaan. De reactie van de Palestijnse autoriteit was... Uh, u heeft daar een punt, uh, wij zullen dat niet meer doen, maar wij laten dat over nu aan de vatdag. <laughs> dus dat is uh, broekzak, uh, vestzak. Nou, daar zijn we uiteraard niet uh, tevreden mee. Uh, dus wij gaan over twee weken weer een debat voeren met de minister van Buitenlandse Zaken, tijdens de begroting van Buitenlandse Zaken. En zullen we hem hieraan herinneren dat deze betalingen echt moeten stoppen. Anders zullen wij onze steun intrekken voor ook de humanitaire hulp die soms wel nodig is. Maar als we hier nou niet een duidelijk statement maken, dan gaat, gaat dit maar door. Het belonen van Palestijnse terroristen. En dat is niet alleen op dit vlak het geval. Je ziet het ook bij het verheerlijken van Palestijnse terroristen. Als het gaat om benoemingen van straten, van pleinen, van jeugdkampen bijvoorbeeld. Allemaal vernoemd naar Palestijnse terroristen. Het ophemelen van geweld, het belonen, het bezoeken van uh, familieleden, gezinsleden op het moment dat een Palestijnse terrorist geslaagd is om een, een actie uit te voeren. En dat doet ook de heer Abbas. Die bezoekt mensen persoonlijk thuis. En ik heb hem er dus ook naar gevraagd. Ik zeg: waarom doet u dat nou? Waarom verheerlijkt u nou dat uh, geweld? Waarom bezoekt u nu die familieleden? Waarom be betaalt u die salarissen? En hij zegt: ja, als wij het niet doen. Dan zal waarschijnlijk de extreme jihadisten deze mensen omarmen en belonen. En dan bent u als Westen nog verder van huis, want dan halen wij ISIS binnen. En zo misbruikt hij de angst van het Westen voor ISIS, om deze salarissen te blijven betalen. Je hebt met bruiden, die in Ja, het, het, het zijn... Sorry, even punten nog ooit, hè. Voor de luisteraars thuis is het onmogelijk om het verhaal hier te volgen als er uit de zaal vragen worden gesteld. Dus ik zou willen voorstellen even te wachten tot straks. Iedereen die een vraag wil stellen, die kan dat doen via de microfoon. Dan kunnen de luisteraars en kijkers thuis ook meedoen. Helder? Ja, um, ik kom tot een, uh, tot een slot. En ik laat u niet uh, gaan zonder dat we ook uh, wat positievere opmerkingen maken. Want de geestelijke strijd gaat door. Maar als politicus uh, uh, vind ik het ook een verantwoordelijkheid om te kijken waar daar nog wel mogelijkheden liggen. Nou, ik heb de afgelopen jaar een abonnement ingediend om te komen tot verzoeningsprojecten. Nou, uh, zult u zeggen van nou ja, uh, hoezo verzoening? Er is toch een grote verwijdering, is dat überhaupt uh, wel mogelijk, ook op de grond. Uh, ik heb daar een miljoen euro voor vrij uh, kunnen maken vanuit de Nederlandse regering. En heb Afgelopen zomer, en vorig jaar ook, een aantal van die projecten ook bezocht, waaronder het project van uh, Tas Zada. Um, en dat zijn op zich kleinschalige projecten, maar wel hoopgevende projecten. Ik moet u zeggen dat ik meer hoop putten uit dit soort projecten dan al uh, de andere initiatieven die er zijn om de partij maar weer. Uh, gedwongen om tafel uh, te krijgen. Ik zal u drie voorbeelden noemen en dan sluit ik af, uh, voorzitter. Uh, Seeds of Hope, dat was dit project. Uh, Tassada heeft inmiddels een Seeds of Hope. Dat heet het, zo heet het project van uh, Tassada. Uh, dat is een uh, project, een kleuterschool in Jeruzalem. Het is eigenlijk ook in de Joodse wijk uh, van Jeruzalem, uh, waar hij uh, zowel. Arabische kinderen opvangt, uh, Joodse kinderen opvangt, als Christen, christelijke kinderen opvangt in een kleuterschool. Er komen ongeveer 100 tot 120 uh, kinderen. En um, ja, dat is een heel bijzonder project. Ik was erg op de, onder de indruk. Dat, dat is dus ook niet een heel gelikt project waar heel veel Amerikaans geld in zit. Nee, het is eigenlijk een houtje-toutje project. Maar met uh, zulke gemotiveerde mensen die zeggen: van ja, wij proberen als er. Dan aan verzoening gewerkt moet worden, dan proberen we dat van onderop en bij de jongste generatie die we nu uh, voor ons zien: bij de kinderen. Want uh, uh, als die leren met elkaar om te gaan, met elkaar uh, te spelen, uh, geen vooroordelen uh, uh, ingeprent krijgen, uh, dan is er misschien hoop voor de komende generaties. En het is ook mooi om te zien dat. Uh, uh, laatst kwam er weer een, een Arabisch jongetje uh, voor het eerst binnen, uh, huilend, want uh, dat was eenkennig en was nieuw daar. En uh, toen zei de juffrouw ook: Het was heel mooi om te zien dat de andere kindjes, dat waren een Palestijnse kindje en een Christenkindje, uh, naar dat Joodse kindje toe gingen en hem probeerden te troosten en op zijn gemak probeerden te uh, brengen. Uh, dit soort uh, intuïtief intu 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 gedrag van kinderen. Uh, het staat dus helemaal los van alle spanningen, alle uh, geschiedenis en alle vooroordelen. Dat zijn wel de mooie kleine zaadjes van hoop uh, die we dan toch uh, mogen zien. En ik ben nu bezig met de Nederlandse regering om te kijken of we dat project uh, gefinancierd uh, kunnen krijgen. Een ander voorbeeld was uh, Combatants of Peace. Nou, dat klinkt tegenstrijdig, Combatants for Peace. Uh, maar toch ben ik dat project gaan uh, bezoeken. Het project bestaat uit zowel ex-strijders van de Palestijnse kant als ex-strijders van de Israëlische kant, die één ding gemeen hebben: die zeggen van het geweld zou eigenlijk moeten stoppen tussen onze volkeren. Wij als, als ex-militairen eh, kennen het geweld, hebben ook de, de kwalijke eh, kanten ervan gezien. En, eh, je, je kan ze idealisten noemen, maar ik was toch wel onder de indruk van een aantal voorbeelden van de mensen waarom ze nu betrokken waren. Eentje zal ik u eh, vertellen, eh, meneer Suleman. Meneer Zuleman, Palestijnse jongen, opgegroeid in Samaria en Judea. Eerst met stenen gooien, elke vrijdag, dat weet u. Uh, zijn daar groepen jongeren die stenen gooien richting de Israëlische uh, politie. Uh, zo ook hij. Dat werd later Molotov-cocktails. En uiteindelijk werd hij uh, gevangen genomen door Israël. Hij werd opgepakt en zelfs veroordeeld tot 15 jaar uh, cel. Hij heeft daar een groot deel van uitgezeten, maar in die gevangenis. Um, in die gevangenis. Uh, even kijken. In die gevangenis kreeg hij uh, de film over de Holocaust uh, te zien. Uh, blijkbaar doen ze dat. En hij zegt nou, veel van mijn medegevangenen, Palestijnse medegevangenen, um, die deed dat niks of die weigerden de film te zien. Maar hij zegt: Toen ik de film zag, uh, brak mijn hart. En uh, hij zegt: Ik moest huilen uh, om te zien uh, wat het Joodse volk in de geschiedenis allemaal heeft moeten doormaken. En toen hij uit de gevangenis kwam, hij werd vervroegd vrijgelaten, wilde hij ook naar het Anne Frank Museum. Hij is naar Amsterdam gekomen, hij is hier geweest. En ook na het zien van het verhaal van Anne Frank, dat raakte hem diep. En hij heeft zich één ding voorgenomen, ik ga nooit meer strijden tegen het Joodse volk na alles wat hen is overkomen de afgelopen jaren. En hij heeft vandaar zich nu ingezet voor die. De organisatie heeft contact met Israël en ze organiseren eigenlijk beide ook geweldloze demonstraties om het geweld te doen laten stoppen, ook in de Gaza en andere. Ze worden door beide groepen um, eigenlijk agressief bekeken, zowel vanuit de Joodse kant als vanuit uh, de Palestijnse kant. Maar hij zegt we gaan door om te pleiten voor uh, verzoening tussen uh, de beide volkeren. Moedige man, Palestijnse. Man. Uh, het laatste project wat ik ook bezocht heb, dat heet de Hand in Hand School in Jeruzalem. Ik weet niet of uh, een van jullie die dat project wel eens heeft gezien. Dat zit op de, uh, op de, lijn 67, de groene lijn 67. Precies uh, op die lijn, op de oude spoorrails, uh, is die school gevestigd. En het is de enige, school, de enige school die zowel in het Joods als in het Arabisch uh, les geeft. Nou, je zou je denken: hoe doe je dat dan? dan moet je twee talen gaan lesgeven. Nou, ze hebben dus Joodse en Arabische kinderen in, uh, allemaal in dezelfde klasse zitten. Ze hebben een Joodse leraar en een Arabische leraar. En die uh, vertalen constant. En dat is natuurlijk wel een heel gedoe, want de lessen duren langer dan uh, je normaal denkt, omdat je alles moet vertalen. Maar ze zeggen: we hebben het ervoor over, omdat we zien dat er een synergie ontstaat uh, tussen de uh, Arabische, Palestijnse en uh, Joodse kinderen. En ze hebben een heel traject van kleuterschool tot aan de middelbare school eh, om die jongeren te leren om met elkaar eh, op te trekken. Nou, eh, dat klinkt heel mooi, maar ook daar is er weer eh, strijd. Eh, in 2014 is de school nog in brand gestoken eh, door helaas extremistische joden. Eh, die vonden dat eh, joden niet moesten samenwerken met Arabieren en Palestijnen. Dus ook van die kant komt er soms eh, verzet. Um, het zit op die groene lijn, dus het trekt zowel Palestijnse jongeren van de andere kant als Arabische Israëliërs, uh, als ook Joodse uh, jongeren. Um, maar nogmaals weer onder de indruk van de motivatie en de kracht van die leraren die zeggen, uh, als we niet bij de jongeren beginnen, bij de nieuwe generatie, uh, dan zal er geen hoop zijn. Daarom zijn ze zo uh, gemotiveerd uh, om dit te doen. Dat is ook mijn motivatie. Uh, uiteindelijk weet ik dat de verzoening en verlossing pas komt op het moment dat onze Heer, uh, de Messias, uh, terugkomt. Um, maar, uh, net als Martin Luther zei, ook al weet ik dat uh, de Heer morgen terugkomt, vandaag zal ik nog een, een fruitboom uh, planten. En dat vind ik ook de opdracht aan ons christen politici om recht en gerechtigheid uh, te blijven verkondigen. Daar waar Jezus oproept in de bergreden om vredestichters te zijn. Want zij zullen. Zonen van God genoemd worden, eh, voel ik de opdracht om vredestichter te zijn waar ik kan, wetende dat de werkelijke vrede pas komt als de Messias terugkomt. Maar het belet mij niet om elke dag me in te zetten, te kijken hoe we een stapje kunnen zetten richting dat verzoeningsproces. Eh, nou, ik wil afsluiten met niet zozeer meer antwoorden, want dat zou tegen de Joodse traditie ingaan, eh, maar meer eh, twee opmerkingen en vragen. Ik wil graag uw uh, visie horen op is er verzoening mogelijk tussen de volkeren? En op welke manier is dat, uh, dat dan mogelijk? En hoe zouden we daar een bijdrage aan kunnen leveren? Nou, tot zover. Dank u voor uw aandacht.